staan we dus voor de Terrus. Terrus is eigenlijk de equivalent van Optum bij Kees. Het zijn ook twee modellen die op de markt gebracht worden. De Terrus 270 en de Terrus 300. Ook in dezelfde pk-klasse als we bij Kees Optum hadden. Het is ook hier eigenlijk een extra product voor Steyr. Bovenop de Steyr 6000 serie long wheelbase. Dus Steyr krijgt er terug een familie bij. Dat is natuurlijk wel zeer belangrijk voor het Steyr cliënteel die zeker in België en Nederland aanwezig is. Het heeft dezelfde specificaties als een Optumbroer. Het is een andere cabine, andere verlichting, maar qua componenten, qua aandrijving, de CVT-aandrijving, qua motor en qua hydraulische componenten is het een vergelijkbaar product met als de Optum. Maar een extra familie bij Steyr en dat is wel het goede nieuws. Dus zoals de Optum is deze Terrus de eerste publieke verschijning van dit type trekker. We hebben reeds dit jaar een aantal van die trekkers beschikbaar voor verkoop. Zeer beperkt in aantal. Er zijn ook meerdere reeds van verkocht, omdat er toch een cliënteel was die wachtte op deze Terrus. Vanaf 2016 zijn beide trekkers volledig beschikbaar voor verkoop. Dus zowel de Optum als Terrus. Dus de klanten die iets verwachten in dit segment bij ons, bij Kees en Steyr, zullen daar hun houding vinden. Ook deze Terrus zal zichtbaar zijn op Agribix in Brussel. De volgende afspraak begin december, de volgende beurs voor de Benelux.